Beste zwijndrechtenaren, lieve inwoners, hardwerkende ondernemers, vrijwilligers en hulpverleners. Het liefst zou ik u allemaal persoonlijk toespreken: stevig de hand schudden, het glas met u heffen en een toast uitbrengen op het nieuwe jaar. En met dat persoonlijke contact zou ik u het allerbeste toewensen. Gezondheid en geluk. Maar het is vandaag anders. Ik sta hier alleen, geen gezellig geroezemoes, maar een oorverdovende stilte. Geen dienbladen met, net als vorig jaar, alcoholvrije cocktails voor alle aanwezigen in dit gemeentehuis, deze mooie publiekshal. De hal is leeg vandaag. Het is anders. Ruim 300 dagen is het al anders. Alles is anders. Onze manier van werken: lesgeven, boodschappen doen, vergaderen, spelen met vriendjes en vriendinnen, zingen, sporten, chillen. COVID-19. Zet sinds eind februari van het vorig jaar onze levens op hun kop. We noemen die boosdoener Corona. En steeds moet ik denken aan de Nederlandse vertaling van het latijnse woord Corona. Dat woord betekent kroon of krans, een teken van waardigheid, respect en eerbetoon. Nou, dat is het laatste wat ik dit wereldwijde virus wil toedichten. Als ik zie wat corona allemaal met ons doet, ik denk aan de slachtoffers, mensen die aan corona zijn overleden, hun dierbaren. Ik denk aan de mensen met blijvende gezondheidsschade. En ik denk aan de mensen die door corona niet of nauwelijks meer het hoofd boven water kunnen houden. Niks kroon of krans. Ik wil dit virus bestrijden, de kop indrukken, definitief uitschakelen. Ik weiger ons leven met corona ons nieuwe normaal te noemen. Dat is het niet en dat zal het ook nooit worden. Daarom ben ik gemotiveerd en blijf ik u aanmoedigen om strijdbaar te blijven, veerkrachtig en saamhorig. Zoals u dat in de afgelopen tien maanden bent geweest. Kritisch ook. Dat mag. Het moet. Dat houdt het kabinet, de Veiligheidsregio en uw gemeentebestuur scherp. Mijzelf als burgemeester ook. Meer dan ooit voel ik de verantwoordelijkheid om zwijnrecht vooruit te duwen. Door deze crisis heen. Juist nu voel ik het ook als mijn plicht om goed naar u te blijven luisteren. Om oog te hebben en te houden. Voor de consequenties van allerlei maatregelen in huizen, scholen, kantoren, winkels en fabrieken. En in wijkcentra, kerken, moskeeën, verpleeghuizen, bij verenigingen. Het is belangrijk om ons telkens weer de vraag te stellen: met de informatie van vandaag doen we morgen de goede dingen? Vergelijk het bestrijden van corona met een hink, stap, sprong. Sportliefhebbers herkennen het misschien. Technisch een van de moeilijkste en ook een van de zwaarste atletiekonderdelen. De kans op blessures is groot. Het gaat om de juiste verhouding van aanloop, hink, stap en sprong. Het gaat om het gebruik van intelligentie, van souplesse, uithoudingsvermogen en kracht. U denkt... Wat is de vergelijking met corona? We willen het zo ver mogelijk achter ons laten. We schuwen met hink, stap of sprong geen enkel middel. We zijn bereid tot het gaatje te gaan, zo nodig pijn te leiden, om gezond en op grote afstand van het virus in een zachte, liefst zonnige zandbak te landen. Lieve mensen, er is licht aan het einde van deze tunnel. Bemoedigend is de start van het inenten tegen corona. Medewerkers in de zorg worden zo snel mogelijk voorzien van een vaccin. En die keuze van het kabinet geeft u en mij vertrouwen. Je zal elke dag maar weer blootstaan aan de risico's van besmetting. Gewoon omdat je er als arts of verpleegkundige beroepshalve voor anderen wilt zijn. De immense druk en de uitval in de zorg die moeten omlaag, gevolgd door minder besmettingen en zorgbehoevende patiënten en minder druk op de zorg betekent daarna een grotere kans op herstel van onze sociale en economische gezondheid. Bedrijven in alle sectoren gaan dan weer aan de slag, scholen open, sporten in teams, zingen in koren. We kunnen Zwijndrecht weer horen. Voelen en ruiken. Zoals we dat graag zien, samen, met elkaar. In die hechte gemeenschap die we zijn. In 2021 kijken we door de kommer en de kwel van corona heen. We laten het virus achter ons. Werken aan onze zwijnrechtse ambities. We blijven. Nieuwe woningen bouwen, onder andere in de nieuwe wijk District tussen de A16 en het spoor. We zijn in gesprek over de mogelijkheden van een separate goederen spoorlijn en de gedeeltelijke overkapping van de A16. Ook over aansluiting op de voorziene lightrailverbinding tussen Dordrecht en Leiden. Die verbinding zal niet aan Zwijndrecht voorbij gaan. We stimuleren de ontwikkeling van het loofveldterrein aan de Dijk tot een nautisch-maritiem cluster van bedrijvigheid. Mooi, echt mooi. Zwijndrecht is aantrekkelijk voor investeerders met goede ideeën. We maken werk van extra veiligheid op branjeerterrein Kijfhoek, want ProRail investeert samen met de veiligheidsregio in de calamiteitenwegen en nieuwe blusvoertuigen die we het afgelopen jaar met elkaar hebben afgesproken. We trekken als gemeente ook conclusies uit een studie naar de wateroverlast door extreme hoogbuien in 2020 en ontwikkelen een aanzet tot lokale oplossingen voor die problemen als gevolg van wereldwijde klimaatverandering. We koesteren onze prachtige groene omgeving. Starten na de zomervakantie met de bouw van het nieuwe zwembad in het Develpark komen tot een afronding van plannen voor een vernieuwde kinderboerderij de Kiboehoeve. en we ontwikkelen het veerplein tot een sfeervolle ontmoetingsplek voor ons allemaal. We maken de omgeving van winkelcentrum Walburg mooier en groener, nieuwe bomen, een efficiënt afwateringssysteem, ledverlichting, meer ruimte voor het parkeren van fietsen en de ondergrondse opvang van plastic en glas. We houden tegelijkertijd onze bankrekening in de gaten. Om te zien of de Rijksoverheid onze factuur van 3 miljoen wil betalen. Het blijft immers een godspe zorgtaken toebedeeld te krijgen zonder voldoende budget, zonder enige beleidsruimte. Ondertussen zetten we ons beste beentje voor om de hulp en zorgverlening aan mensen die het nodig hebben in Zwijnrecht persoonsgericht. Op een hoog niveau en tegelijkertijd betaalbaar te houden. Onze ambitie is minder armoede en sociale noden. Daartoe steken we de regionale samenwerking met onze buurgemeenten in de Drechtsteden in een moderner jasje. We organiseren in maart dit jaar al de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Corona-proof, zodat Zwijndrecht qua opkomstpercentage weer hoog op de landelijke ranglijst verschijnt. Want uw stem telt. Ook buiten de verkiezingen om, trouwens. In de verschillende participatietrajecten die de gemeente organiseert, om uw mening te blijven horen en voelen. Samen bouwen we aan een krachtig Zwijndrecht. Het College van Burgemeester en Wethouders zal in 2021 samen met de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie een doorkijk maken naar de volgende raadsperiode. Wat zijn de beleidslijnen die we in de toekomst willen doortrekken? Welke gemene deler zien we door de verschillende politieke partijen heen? Wat mag er in de ambities? Voor 2022-2026 een nieuwe raadsperiode niet ontbreken. Dat doen we in permanente dialoog met u, beste Sijnrechtenaren. We doen het voor een gezonde toekomst van uw gemeente, waar het goed toeven is: werken, wonen en ontspannen. Met of zonder corona. Hoe dan ook. Zijn we strijdbaar en saamhorig? Ambitieus en optimistisch blijven we samen dromen, durven en doen. Samen een veerkrachtig Zwijnbrecht. Ik wens u en de uwen het allerbeste in een normaler 2021.